en welkom bij deze extra video. Vandaag geen beauty vlog, vandaag een gewone normale vlog. Ik ga jullie vandaag meenemen als ik mijn wenkbrauwen ga laten doen bij Gold Beauty in Rotterdam. Ik wilde even snel nu al beginnen met filmen, zodat jullie goed de before kunnen zien. Dit zijn dus mijn vreselijke wenkbrauwen. Ik heb ze vroeger veel te veel weggehaald en dan groeit het niet meer terug. Ook al laat ik het nou groeien, ik heb dat al geprobeerd. Het wordt nooit meer zo mooi. Dan komen er gewoon hieronder een beetje haartjes en niet waar de haartjes moeten komen. Dus er was voor mij geen andere oplossing om te fixen. Dus ik ga nou weer even snel mijn wenkbrauwen doen en dan kom ik weer zo terug. Nou, ik heb mijn wenkbrauwen even snel gedaan. Ik weet dat ze mijn wenkbrauwen er zo meteen toch af gaan halen. Maar ik heb het gewoon gedaan zodat ik het tenminste een beetje fatsoenlijk uitzie totdat ik daar ben. Ik ga me even snel opmaken, maar ik ga even praten terwijl ik me opmaak. Want ik ben te laat opgestaan, want ik was een Netflix film aan het kijken en je weet hoe dat gaat. Dus ik ga me even gewoon snel opmaken en praten. Ik ga dus mijn wenkbrauwen laten doen. Ik gebruik trouwens gewoon een dagcrème van de Lidl. En ik ga het laten doen bij Gold Beauty in Rotterdam. Hun doen heel veel dingen, niet alleen hun wenkbrauwen. Ze hebben ook van die dingen om vet weg te halen en zo. Ik gebruik mijn Kiko 2-in-1 foundation. En ja, ik ben dus echt heel benieuwd, want mijn wenkbrauwen zijn echt altijd wel een dingetje. Want elke ochtend ben ik echt like 5 minuten bezig met alleen mijn wenkbrauwen. Dat is echt zo irritant. Ik wil gewoon opstaan en dat het gewoon goed zit. Dat zou echt ideaal zijn. En als ik me dan echt opmaak, doe ik het wel een beetje bijwerken. Maar dan hoef ik ze niet nog helemaal te creëren. En dat, ja, dat is wel gewoon echt fijn. Dus echt meiden, als je gewoon al wenkbrauwen hebt, ga die allemaal lopen epileren. Want ik heb echt spijt. Dat was dus de reden dat mijn moeder niet wou dat ik allemaal ging epileren. Maar ja, als je jong bent, luister je niet. Ik ben niet echt zenuwachtig, want ik heb hun werk gezien op Insta en zo. En ze doen het best wel goed. Dus ik denk ook wel dat mijn wenkbrauwen goed worden. Alleen ja, ik ben gewoon ja, bang dat het misschien mislukt of zo. Ja, ik weet niet. Ik hoop gewoon dat het gewoon goed gaat. Ik denk het ook wel hoor. Maar er is gewoon een kleine zenuwachtigheid in mij. Maar ja, dat heeft denk ik wel iedereen als mensen iets gaan doen met je gezicht. Want vooral mijn gezicht. Ik maak allemaal beauty vlogs en zo. En ik maak allemaal tutorials voor op Insta. Ja, en dat kan gewoon niet als mijn wenkbrauwen er niet uitzien. Ik ga ook morgen naar een beautybeurs. Die ga ik trouwens ook vloggen. En ja, dan kom ik daar aan met mijn wenkbrauwen echt net gedaan. En ze zullen de eerste dag best wel donker zijn. Mensen gaan echt denken, nou, doe eens even normaal met je wenkbrauwen, man. Maar ja, ik kan het moeilijk afzeggen. Als concealer gebruik ik mijn Urban Decay All Nighter concealer. Je zou denken dat het nou echt een full face make-up is. Maar dit is gewoon mijn, ik doe even snel mijn make-up gezicht. Dit is trouwens pas mijn tweede normale vlog. Dus ik weet ook allemaal weer niet hoe lang deze vlog gaat worden. Ik ben hier allemaal niet zo goed in. Ik ben alleen maar goed in beauty vlogs. Maar ik moet dit nog even oefenen. De laatste vlog was de vlog van mijn moeders verjaardag. En toen hadden we best wel veel gedaan. En ik had echt het gevoel dat ik echt superveel had gevlogd en zo. En toen was ik klaar met het maken van de vlog. En toen was het echt like 8 minuten. En vandaag ga ik eigenlijk niet veel speciaal doen. Maar ik ga het ook gewoon proberen zoveel mogelijk te vloggen. En dat het toch wel een beetje een fatsoenlijk vlogje wordt. Want het leek me toch wel leuk om dit te vloggen voor jullie. En ja, ook bij mijn alledaagse make-up doe ik altijd mijn neuscontouren. Ik weet niet, dit is nou echt gewoon een vaste gewoonte geworden. Ik vind het gewoon mooi als je wat smal lijkt. Ik zou niks aan mijn neus laten doen. Maar ja, zeg nooit nooit. Maar voor nu, ik zou nooit iets laten doen aan mijn neus. Maar ja, ik wil ze wel gewoon altijd smal contouren. Ik gebruik mijn Milani poeder in de kleur light to medium om even te baken. Ik ga trouwens daarheen vandaag met mijn zus. Dus die kan dan ook een beetje mijn camera vasthouden en zo terwijl ze dat doen. Dat is wel fijn. Want ja, er moet wel iemand mee, anders is er niemand om het te filmen. Ja, of personeel vandaar, maar ja, je weet dan niet of dat kan van tevoren. Dus vandaar dat mijn zus lekker meegaat. En ze vindt het gewoon leuk om te zien. Want zij heeft ook het probleem met de wenkbrauw die ik heb. Maar zij heeft een keer laten microbladen. Maar ze had het gedaan via zo'n deal. En ja, het was gewoon niet zo mooi geworden en zo. En het was allemaal niet goed verdoofd. Dus ze had echt heel veel pijn. En is ook niet meer teruggegaan voor verdere behandelingen. Dus misschien gaat dit ook iets zijn voor haar. Maar ja, dat gaan we zien. Iedereen wacht eerst op mij om te zien of het wordt verpest of niet. Als het wordt verpest gaan ze niet. Als het goed wordt gaan ze wel. Dus ik ben een beetje het proefkonijn. Nou, ik ga even dit laten baken en dan me verder opmaken. En dan kom ik zo bij jullie weer terug. Nou, ik ben klaar met mijn snelle alledaagse make-up. Dit is voor mij snel. Ik heb dit binnen een half uur gedaan. Het enige wat ik heb gedaan is nog eyeliner, nepwimpers, blush, highlighter, bronzer en mijn lippen. Ik heb de matte lipstick, soft matte lipbalm van de Hema in de kleur 13. Deze zijn echt super fijn. Ik ben er nog best op tijd. Het is nu 13:15 en ik moet om 2 uur bij mijn zus zijn. Want ik moet om 3 uur in Rotterdam zijn. En mijn zus woont hier echt 10 minuten vandaan, dus niet echt heel ver. Dus ja, ik ga nou gewoon beginnen met mijn dag en jullie gaan met mij mee. Dit is wat ik aan heb. Dit blauwe pak. Deze is echt super fijn. Ik heb die van... ik zal even haar naam in de beschrijving zetten. Ze heeft heel veel van dit soort pakken. En dat is echt super fijn. Ik heb die aan met mijn Yeezy sneakers. Dit zijn geen normale sneakers. Dit was van de collectie met Adidas. Dus dit is gewoon mijn outfit. Geen jas aan, want het is vandaag super mooi weer. En ik neem een Valentino tas mee. En that's it. Dus ja, dit is vandaag hoe ik eruit zie. Ik ga gewoon zo over straat. Ik weet dat er mensen zijn die dit soort pakken echt alleen dragen voor thuis. Ik heb scheid. Ik doe dit gewoon naar buiten aan, joh. Mensen, kijk even hoeveel parfummetjes ik hier heb. Wie heeft dit ook? Want ik krijg bij elke bestelling 2 erbij. Dus nou heb ik er echt veel. Ik ben ook recent begonnen met deze conditioner en shampoo. Dit is een paardenconditioner en shampoo ofzo. En dit schijnt heel goed te zijn voor je haar. Dat je haar echt dikker maakt en zo. Dus ik ben benieuwd. Ik heb hem nou 1 keer gebruikt. En mijn haar voelde al wel heel zacht. Dus ja. Ik denk dat het wel goed gaat zijn. Nog even 1 ding. Veel mensen vroegen aan mij van waar deze broek is. Dit is dus die broek waar echt iedereen naar zoekt. Met zo die split hieronder. En ik heb die van de Mango. Ik had die dus aan op Snap en ik kreeg best wel veel vragen. Ik heb hem dus van de Mango. In maat L heb ik hem en hij is zo high waist. Dat is wel echt heel fijn. Dus deze broek is echt super fijn. En dit zo van onder. Ik ga hier ook nog een outfitfoto in maken. Als ik dat al heb gedaan, dan ga ik hem nou even erbij plaatsen. En zo niet, ja dan niet. Oeh, pakketje. Moeke, je bent in de vlog. Alweer? Ja, ik ben alweer aan het vloggen. Waar is Susu? Hij moet ook in beeld. Kijk eens wie we hier hebben. Hoi Susu. Kijk, besef dat hij gewoon hier zijn kattendeurtje heeft. Maar hij blijft altijd hier staan, zodat wij open doen voor hem. Nou, dit heb ik allemaal binnengehaald. Deze LA Girl mascara, die was echt like €1 of zo. Ik heb deze blush, ik heb de Mary Lou highlighter, deze unicorn highlighter of heart highlighter van, ik weet niet van welk merk, oh van iHeart Makeup, die krijg je er gewoon gratis bij. En deze Revolution paletje met allemaal van die paarse kleuren. Nou dames, we gaan straks wenkbrauwen van Zara doen. Waarschijnlijk gaan we microblading doen. En aankijken of ze nog eventueel een poedertechniek nodig heeft. Ze is een prachtige meid, alleen we gaan een tikje bijdrage leveren. Hoe lang het blijft, dat is per persoon verschillend. Het is afhankelijk van hoe je huid erop reageert. We zeggen 1 jaar tot 1,5 jaar. Maar uit de praktijk weten we dat je het jaarlijks moet bijwerken. Sowieso heb je 2 behandelingen nodig, soms wel een derde. We werken uitsluitend met mineralen pigmenten. En dat wil zeggen dat het niet tatoeage is. En helemaal natuurlijk, uiteindelijk, de kleur wordt niet grijs of rood. Maar het gaat eruit. Het gaat wel wat voelen. Maar echt pijn is het niet. Daar ben je zaken koeling. Nou, ik ben weer thuis. De behandeling is klaar en ik ben echt super blij. Het is echt nog mooier dan wat ik had gedacht. Het is echt precies hoe ik het altijd doe. Het is ook wat dikker. Dat vond ik ook mooier. Ik vond toch dat ik het altijd iets te dun deed. De hoek gaat ook perfect omhoog. Ik ben echt blij en ik raad het echt zeker aan. Dus mensen, dit is echt zeker een aanrader. Als je geen wenkbrauwen hebt of gewoon niet tevreden bent met je wenkbrauwen... Is echt mooi en het blijft echt lang zitten. Echt een aantal maanden. Jullie hebben ook net gezien dat ze vertelde wat ze heeft gedaan. Echt super aardige mensen ook. Ja, ik ben echt blij ermee. En het gaat wel echt om mijn gezicht. Dus het was belangrijk dat het echt goed zou lukken. Maar ja, het is echt zeker wel goed gelukt. Nou hoef ik niet meer elke dag 5 minuten lang mijn wenkbrauwen te doen. Dus ik ben hier echt heel blij mee. Ik moet nog wel 1 keer gaan. Ik moet het nou even goed verzorgen. Ik moet Bepanthen erop smeren en het gewoon goed verzorgen. En dan moet ik nog 1 keer gaan en dan is het in principe klaar. Dus jullie kunnen alles gewoon volgen op mijn Instagram en in mijn video's. Want dan kun je gewoon mijn wenkbrauwen zien. En ja, voor nou is het dit gewoon. Ik zet ook al hun gegevens hier beneden in de beschrijving. Deze vlog van vandaag is echt super kort. Want ik heb nou ook echt super veel hoofdpijn. Dus ik ga gewoon in bed liggen slapen. En ik ga morgen naar de Beautybeurs in Utrecht. Dat ga ik ook allemaal vloggen. Dus ik maak hier gewoon allemaal 1 grote vlog van. En dan is het een beetje leuk om naar te kijken. Goedemorgen iedereen, het is nu zondag. Ik zit hier in mijn zolder waar ik altijd al mijn video's maak. Ik heb het net opgemaakt, ik heb net een video gemaakt. Deze make-up look komt op Instagram, komt een tutorial van, dus die kun je daar bekijken. Ik ben nog steeds heel blij met mijn wenkbrauwen. Ik mag er 1 week lang geen make-up op doen. Dus dit zijn echt gewoon mijn wenkbrauwen van de Microblading dag 2. Dus ze zijn wel donkerder geworden, ze zouden ook wel donkerder gaan worden. Ik heb best wel geluk dat ik mijn wenkbrauwen altijd sowieso echt heel donker maak. Dus bij mij ga je niet echt verschil zien. Kijk even hoe mooi ze zijn. Mijn ooglook is ook echt mooi. Echt, ze heeft het echt zo goed gedaan. Ik ben echt blij. Maar in ieder geval, ik ga vandaag naar de Beautybeurs in Utrecht. Ik ga met 2 vriendinnen, want ik ben daarvoor uitgenodigd door W7 Cosmetica. Dus ik ga even bij hun langs en ja, ik ga gewoon daar kijken naar make-up. Dat is altijd leuk. Gaan we weer geld opmaken. Nee, ik heb besloten om niet te veel geld op te maken, want hoeveel ik besteed aan make-up elke maand is echt belachelijk. Ook al krijg ik ook best wel vaak make-up opgestuurd, maar ja, vaak de make-up die ik echt wil, moet ik toch gewoon betalen. Dus laten we het gewoon vandaag een beetje normaal doen. Nou, ik ga nou even naar beneden, ga ik even aankleden, ga ik jullie laten zien wat ik aan heb en zo. Nou, dit heb ik aan vandaag. Ik heb deze bomberjack aan. Deze is serieus van de Adiexpress. Ik heb hem al wel even, dus ik weet niet of die nog wordt verkocht. Maar ik zal wel even de link plaatsen in de beschrijving. Ik heb dit t-shirtje van de Zara. Dit is dus die broek die ik gisteren liet zien met die splitso daaronder. Deze is dus van de Mango en weer mijn Yeezys. Die schoenen zijn echt geweldig. En gewoon een tas en ja, dit is gewoon mijn outfit. Je bent al in de vlog, Jelana. Wauw! Dus zeg eens hallo. Hallo. Zeg eens hallo iedereen. Hallo iedereen. Skusku gang. Skusku gang. Ik heb Hot Wings bij. Skusku gang. Oh, nou, you know Jelana's reis. Jelana, hoe oud ben jij? 4. Ben je 4? Ja. En waar brengen we bij jou nog heen? Naar Noord. Naar Noord? Zo. Naar wie? Naar de library. Oh, gaat ze oppassen op jou? Zeg, dat is mijn vriendin. Dat is mijn vriendin. Oh, is dat jouw vriendin? Moet zeggen mensen, duimpjes omhoog. Vergeet niet te liken en te abonneren. Mensen, kinderen, duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren en liken. Ja, ze moeten abonneren en liken. Goed zo, Lana. Doei. Nou, we zijn terug van de Beautybeurs. Romy, wat vond je ervan? Gezellig. Ik was hiervoor gevraagd door W7. Ik heb ook allemaal make-up van hun gehad. Laat die make-up zien. Kijk, ik heb allemaal make-up van hun gehad. Dus dat was wel leuk. En ik ben nu onderweg naar huis. En we weten niet wat we gaan doen. Dus we kijken wel. Nou, ik ben net thuis. Ik ben echt kapot. Ik kom dus net terug van de Beautybeurs in Utrecht. Het was heel leuk. Er was echt van alles. Er was make-up, skincare, nagels. Echte nagelgroothandels. Dus als je in de nagelbranche zit, raad ik het zeker aan om daar je inkopen te gaan doen. Want alles is ook goedkoper daar. Er zijn daar allemaal sales en zo. Omdat het een Beautybeurs is. Dus het was echt heel leuk. Ik heb echt like 10 kilometer gelopen om een swirl te halen. Weet u die ijswirl? Nou, mijn vriendin zei dat het zogenaamd in de buurt was en het niet ver lopen was. We hebben echt 20 minuten gelopen voor een ijsje, voor een swirl. Was echt niet te doen. Maar voor de rest was het wel echt leuk. Ik ben nou gewoon thuis. Ik ga even video's editen. Want ik moet deze vlog editen. Want ik ga het nou zo meteen afsluiten. Want ik ga toch niks meer doen. En ik moet nog een paar Instagram video's editen. Ik moet een video van mijn kanaal editen. Ik moet nog heel veel editen. Dus dat ga ik gewoon vanavond doen. Dus verder ga ik niks meer doen. Ik moet morgen ook weer gewoon vroeg op. Want ik moet werken. En ja, maar ik zit heel te aan mijn haren omdat hij gewoon echt niet zit. Ik vind het echt niet mooi vandaag, maar oké. En ik ga even deze 100 lagen make-up eraf halen, want ik ben daar ook een beetje klaar mee. De enige reden waarom ik nou zoveel make-up op heb is omdat ik een video heb gemaakt. En mijn arm wordt moe van de camera vasthouden. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar mijn vlog. Ik heb nog steeds wel echt moeite met normale vlogs maken. Vandaar dat ik het ook niet vaak doe. Ik doe het echt alleen op speciale momenten. Of ja, speciale momenten, dagen dat ik echt iets ga doen en zo. Nou, zaterdag komt er gewoon weer een beauty video om 1 uur. Dus blijf vooral geabonneerd. En als je niet bent geabonneerd, abonneer even. Vergeet ook niet deze video te liken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video.